Ondernemers worden tegenwoordig geconfronteerd met grote uitdagingen. Daarom biedt het loket zelfstandigen van de gemeente Midden-Groningen gratis advies en begeleiding. Het loket zelfstandigen is door de gemeente in het leven geroepen in de coronaperiode om de ondernemers binnen de gemeente daar zo breed mogelijk waar het kan te ondersteunen in, met adviezen en begeleiding en eventueel in financiële zin. En de coronaperiode is voorbij. Is er nog steeds behoefte aan hier in de regio? Ja, de problemen die ondernemers ervaren, die zijn eigenlijk heel erg breed. Waar ze nu heel veel last van hebben, is toenemende kosten. Een goed voorbeeld daarvan is het stijgen van de energiekosten, die door de oorlog in Oekraïne enorm zijn toegenomen. En dat kan er vaak voor zorgen dat de ondernemer die voor die tijd net zijn hoofd wel boven water kon houden, dat hij dat nu niet meer redt. En daarvoor zijn mogelijkheden. En wat zijn dan de vragen die dan vaak binnenkomen? Nou, de eerste vraag die vaak binnenkomt is van, goh, ik heb een betalingsachterstand ergens, kunnen jullie me daarmee helpen? En dan proberen wij altijd een fysieke afspraak te maken met mensen en dan in zo'n spreekkamer zoals we nu zitten, met ze af te spreken om dan face-to-face in gesprek te gaan. En dan komen er altijd, dan komt de situatie altijd uitgebreider aan bod dan dat het via een telefoongesprek kan. En dan kun je ook de hulpvraag beter vaststellen. Het gaat soms over mensen willen investeren in hun bedrijf om het bedrijf levensvatbaarder te krijgen. Dat is niet altijd het beste middel om meer geld te investeren terwijl dat het op de kleine schaal al niet geweldig loopt. Dan kun je beter andere stappen zetten. Maar vaak is het gewoon een onschuldige vraag van, god, wat kunnen jullie voor me doen? En tot hoever gaat die hulp die jullie bieden? Nou, die gaat in zoverre breed. We inventariseren van wat de vraagstelling is en wat eventueel de probleemstelling is. We kunnen mensen daar waar het wettelijk mogelijk is ondersteunen middels een eventuele financiering voor een schilder die zijn bus totaal losgereden is en zonder bus niet aan het werk kan. Daar zijn er bij de gemeente mogelijkheden eventueel om dat te financieren met een krediet. Als iemand een paar maanden zijn werk niet kan doen als zelfstandig ondernemer, dan zijn er mogelijkheden om hem tijdelijk in een bijdrage, in een uitkering voor levensonderhoud te kunnen voorzien. Zijn er uitgebreide schulden, dan kunnen we ze begeleiden richting een saneringstraject via de gemeentelijke kredietbank om te zorgen dat de schulden afgelost worden, behapbaar worden, dat er een regeling getroffen wordt met schuldeisers. En daar kan de gemeente dan eventueel een bedrag voor beschikbaar stellen, zodat alle schuldeisers in één keer akkoord gaan met de regeling. En dan heeft de ondernemer alleen nog maar met de gemeente van doen om de verstrekte krediet terug te betalen. Dus het geeft een hoop rust. Hebben jullie het dan ook druk? Jazeker. We hebben in 2022 189 ondernemers gesproken. Dat is een hele grote groep. De verwachting is dat 2023 niet heel veel minder zou zijn. Dus dat geeft alleen maar aan dat er een behoefte is en dat er een behoefte blijft. Wat mensen niet weten is dat we in een gemeente wonen met ruim 60.000 inwoners, waarvan 6.000 ondernemers zijn. Dat betekent dat 10% van deze bevolking, van de inwoners van de gemeente, afhankelijk is van een ondernemersinkomen. Nou, als je daar dan ook nog de gezinnen bij telt, dan is die groep heel erg groot. Dus we verwachten en we hopen dat we de komende jaren nog veel drukker krijgen en dat we nog veel meer ondernemers kunnen helpen. En hebben jullie ook wel eens dat een vraag binnenkomt dat jullie niet kunnen helpen? Ja, dat is natuurlijk altijd. Wat Bob al eerder aangaf, is dat er soms ook verzoeken zijn voor een bedrijfskrediet. Voor een bedrijf waarvan het oordeel toch is dat het bijvoorbeeld niet levensvatbaar is. Dan is er geen mogelijkheid. Ons doel is om te helpen. Die hulp is altijd tijdelijk. Maar de bedoeling is wel dat de ondernemer na die hulp weer volledig voor zichzelf kan zorgen. Want hoe lang is zo'n traject dat jullie dan helpen? Zit er ook een tijdsperiode aan vast? Ja, dat hangt er heel erg vanaf. Van de hoogte van het krediet, maar ook van de hoogte van de duur van de eventuele levensonderhoudondersteuning. Dat hangt ook vanaf van het schuldentraject. Dus dat is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Maar het doel is wel om zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat de ondernemer weer voor zichzelf kan zorgen. En wat voor type ondernemers loopt hij dan binnen?
Nou, allereerst is het een ondernemer, vaak de kleinere ondernemer, de ZZP'er. En een keer een vennootschap onder firma, dat is een keer met twee vennoten die samen een bedrijf hebben. De grotere bedrijven die komen meestal niet bij ons aan tafel. En het zijn altijd ondernemers die linksom of rechtsom dat de schoen ergens wringt. Vaak is er een financiële vraag, een financieel probleem. De hulp die we bieden bij het loket is geheel vrijblijvend. We gaan het gesprek aan met de ondernemer met als doel om eerst te luisteren naar de behoefte die er is. En eventuele hulp die daaruit voortkomt, dat is geheel gratis. En advies is ook gratis. Contact opnemen kan via het e-mailadres loketzelfstandige@middengroningen.nl.